Ja, naast het fysieke gebeuren, dus lichaam en geest worden verrijkt door de beweging, is natuurlijk ook het sociale aspect van belang. Het samenwerken, het kunnen verliezen, het willen winnen. Dat is gewoon erg belangrijk, vinden wij, dat de leerlingen in beweging blijven, zeg maar. Ja. Kun je eigenlijk zeggen dat het een stuk van het onderwijs is? Absoluut, ja. Dat blijkt ook wel een aantal deelnemers wat we hebben elk jaar. We zitten dit jaar op ruim 1250 leerlingen en 26 basisscholen, maar liefst uit Almelo. Dus die allemaal vrijwillig meedoen, dat zegt denk ik genoeg over het feit dat het leeft en dat ze mee willen doen. Op hoeveel onderdelen kan er hier gesport worden? Wij hebben een circuit van 12 onderdelen. En één onderdeel is de pauze. Dat zie je hier achter mij allemaal gebeuren. En daarvan zijn 7 onderdelen individueel. Dat kunnen dus atletiek onderdelen, hardlopen, kogelstoot onder andere. En 4 onderdelen zijn samen. Voetbal, matbal, echt in teams werken. Dan komt het samenwerken dus aan bod. Dan heb ik hier een aantal onderdelen gezien vandaag, die ik op een normaal atletiekveld nog nooit gezien heb. En waar duid je dan op? Ja, inderdaad, het bandslingen. Ja. Jij hebt natuurlijk te maken met leerlingen, niet echt met sporters of met atletiek mensen. Het is een afgeleide van het discus werpen. Dus, en de band is, als je die tegen je aankrijgt, ietsjes prettiger dan een discus, kan ik je vertellen. Waar heb je allemaal aan deelgenomen? Ik heb daar gerend, over dat ding heen gesprongen en gevoetbald en bandslingen gegooid. En waar heb jij allemaal aan deelgenomen? Aan het rennen, voetballen, kogel gooien en... Ja, dat allemaal. En ben je daar goed in? Niet zo. Maar? Bij het kogelgooien, maar het was wel leuk om te doen. Ben jij normaal ook bij een sportvereniging, gewoon als je nu op school zit? Ja. En wat voor sport doe je? Badminton. En vind je dat leuk? Ja. Bij welke vereniging speel je? BC Twente.